Dit is een 3D-pen waar je fantastische kunstwerken mee kunt maken. En daarom strijden Thomas en ik vandaag tegen elkaar om te bepalen wie dit het beste kan. Maar elke ronde bepaalt het Mystery Wheel de handicap. Nou. En degene met het mooiste 3D-kunstwerk wint de prijs. Wow. Hoe ging het ineens zo goed? Wow. Een applaus. Wow. Daar zijn we weer. Wat een opkomst zeg. Ja. Zelfs Paco is van de partij vandaag. En wil jij nou ook een keer bij een opname zijn? Laat dan in de reacties achter. Ik wil erbij zijn. En wie weet, ben je straks getuige van ons spectaculaire talent. Ja, we hebben zelfs goede catering. Nou, alles staat klaar om fantastische 3D-arts te maken. Dus ik zou zeggen, laat de eerste prijs maar komen. Wow. Zo. Oh my god. Oh my god. Wat is het? Een PlayStation 5 Pro! Ik zag het helemaal niet. Oh, die ga ik winnen. Nee, ik natuurlijk. Deze zat er ook bij. De enveloppe. Zal ik hem openen? Maak hem open. Maak in 3D de mooiste controller. Oeh. De PlayStation controller, denk ik dan. Nou, of nee. Een eigen ontwerp ga ik voor. Dat zeg ik nu alvast. Tada, dit is het Mystery Wheel. Nou, komt hij op een vinkje, hebben we geen handicap. Komt hij op een kruisje, hebben we allebei een handicap. Komt hij op mij, heb ik een handicap. Komt hij op jou, heb jij een handicap. Ik ben er helemaal klaar voor. Laten we gaan draaien in 3, 2, 1. Oh. Hey. Wat betekent dat? Een vinkje. Geen handicap. Geen? Nee. Yes. Zelfs Paco is blij. Ik ben er helemaal klaar voor, jij ook? Ik ook. We starten en we hebben 10 minuten de tijd in 3, 2, 1, go! 10 minuten, dat is heel weinig. Oké, ik begin met een soort ondergrond en ik denk dat ik voor groen ga. Oké, dan een vrolijke kleur. Ik voor blauw. Ik hoop dat we dit kunnen. Als we dit niet kunnen? Dan hebben we wel een probleem. Als het goed is, moet je hem er zo aan de achterkant induwen. Nou, dat moet wel lukken. Wat gebeurt er? Hoor je dat geluid ook? Oh, daar komt het. Oh my god, wat is dit? Schiet op, je moet het goed doen. Ja, oké. Een controller. Het ziet er nu uit als een hoopje snot eigenlijk. Nou, inderdaad. Jeetje, dit is moeilijk volgens mij. Waar zijn we aan begonnen? Ik doe eerst een beetje de contouren maken. Ga je hem op werkelijke grootte ook maken? Of? Nee, het wordt een miniatuur. Weet je waar ik wel blij mee ben? Nou? Dat we dit niet in het Nederlands hoeven te doen. Dit woord. Een controller. Paak, vind jij het mooi worden? Ik weet het ineens. Ik bezet dit idee. Ik heb ineens een briljante ingeving. Ik denk dat ik langzaamaan wel klaar ben met de ondergrond. Goed, we gaan voor een knop. En ik gebruik daarvoor rood, want het springt er lekker uit als je natuurlijk een groene ondergrond hebt. Ik ga witte knoppen maken, denk ik. Oké, dit wordt moeilijk. Nu moet ik een knop gaan maken. Oké, Thomas, ben je klaar voor mijn geheime plan? Nou, ja. Het is een 3D-object, dus kijk. Ik draai hem om. En nu heb je hier precies die grip zo. Hier ga ik nu leuk de knoppen opmaken. Ja, dat vind jij leuk, maar ik hoef geen platte bovenkant. Dit was mijn geheime plan. Je bent niet onder de indruk. Nee. Nou, je zal het zo meteen zien als er gestemd gaat worden door jullie. Dit wordt geweldig. Wat gebeurt hier? Kijk, je kan een soort... een 3D-slinger maken. Er komt eindelijk wit uit. Ik kan ver... Auw! Oh! Oh, wat een... rotspul. En nog een thumbstick, hier zo. Wat een troep ding. Nou, heel pesterig hoor, helemaal een pester. Terwijl ik zo mijn best doe. Nog 1 minuut. Oké, maak hem af. Schouderknoppen maken. In 3D, want dat is de opdracht. Dit is super 3D wat ik hier maak. Nou, je voorhoofd is meer 3D. Dat is echt niet grappig. Blauw nog weer. 10. Nee. 9. Nee. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Stop! Ze zijn klaar! Wat verschrikkelijk dit! Hoezo? Ze zijn alle twee verschrikkelijk! Nou, ik vind ze mooi. Maar voor de eerste keer dat we dit doen, vind ik het een goede introductie. Laten we kijken wat jullie ervan vinden. En de winnaar, die wint de PlayStation. Ik ben blij dat we het via jouw Instagram delen. Oh, het ziet er voor mij goed uit in beeld. Het staat op mijn Insta. En terwijl we op de uitslag wachten, wil ik je vragen om te kijken of je al geabonneerd bent op mijn kanaal. Als dat niet zo is, druk gewoon even op die knop onder de video. Het is helemaal gratis. Het is hartstikke leuk. En dan hoor je bij de leukste YouTube-kijkergroep van Nederland en België trouwens. Oh, echt? Mijn controller werkt goed. Ja? Ja, joh. Oh, ik ben zenuwachtig. Ik niet, want ik heb deze dik gewonnen. Ja, echt, ik ben ook bang dat jij hebt gewonnen. Kijk maar in 3, 2, 1. Oh! Wat? 91% zegt...
Jij! Yes! Ik heb de PlayStation gewonnen! Hij is voor mij. Terwijl ik veel meer nog een gamer ben dan jij. Nou, oké, je mag wel een keer meedoen. Ja? Ja. Bedankt. Een keer. Bedankt. Ik zeg niet wanneer. Tijd voor ronde nummer 2. Oh! Dit is precies de kleur die ik ook wil. Die ik wil. De AirPod Max. Geweldig. Met een smart case. Ach, hoe noem je mijn vader die slim is? Een smart case. Ja, die zit hierbij. Want zijn vader heet Kees. Ja. Okay. Hoe noem je mijn vader? Die een beauty guru is. Een beauty case. Hoe noem je mijn vader die oude moorden onderzoekt? Cold case. Oh, cold case. Hoe noem je mijn vader die snoept? Kees van de Spek. Hoe heet je jouw vader als hondenras? Keeshond. Ja. Maak een hoesje voor je telefoon. Dat is leuk. Oei. Oh, als accessoire natuurlijk. Oh. Pak het rad erbij. Oh, dat rad weer. Ja, jammer. Daar gaat hij. In 3, 2, 1. Thomas. Nee, het spijt me. Wow. Het spijt me heel erg. Dat betekent dat ik automatisch heb gewonnen? Nee, jij hebt de straf. Daar komt de straf. Wat is dit? Oh, deze moet je opdoen. Leuk, doe maar. Oké. Okay. Je zegt niet waar opdoen. Nee, op je neus. Oh. Op je neus. Tada! Ik denk dat ik dit nog kan hebben ook. Dat was echt heel goed. Ja, daarom heb ik een hoesje nodig. Go! Oké, ik begin met de blauwe ondergrond. En wat nou handig is dat we hem nu gewoon op de iPhone zelf kunnen maken. Dus je hebt gelijk het juiste formaat hoesje. Ik begin met het frame te omlijsten. Oh, dit is moeilijk. Vind je het moeilijk? Ja. Ik vind dit heel makkelijk. Ja, maar jij bent het wonderkind. Weet ik. Nu ga ik zigzaggen. Moet je eens zien. Oh, dit gaat er echt heel leuk uitzien. Nu ga ik de zijkant doen. Oh, ik word er helemaal misselijk van. Ik zie echt bijna niks. Oh my god. Oké, dit is moeilijk. Auw, op mijn vinger. Oh. Ik ga een soort van Rutger Thomas Pakenhoesje maken. Echt? Ja. Het gaat heel goed met jou, verdorie. Ik weet niet helemaal wat er met mijn talent vandaag aan de hand is. In mijn hoofd ziet het er elke keer heel anders uit dan dat er uit deze pen komt. Hé, maar weet je wat we nu wel zijn? Penvrienden. Je bent mijn penvriendje. Je gunt iedereen een penvriend of vriendin. Ik denk zelfs dat mensen in de gevangenis niet mij terugschrijven. Ik heb een fantastisch frame. Wat doe je? Ja, weet ik niet. Hij slaat op hol. Er is zoveel drama bij jou, terwijl bij mij gewoon alles goed gaat. Ja, dat is wel een samenvatting van mijn leven, hoor. Kijk even hoe leuk dit eruit ziet. De achterkant worden allemaal hartjes. Oh, want hij is voor Thomas. Ja, sorry. Wat? Maar dat gaat sowieso een puinhoop worden. Nou, ik weet even niet hoe ik hartjes moet maken. Maar het is ook heel raar, want je hebt allemaal van die lijnen en dan ga je deze hartjes... Dit is toch geen dicht hoesje? Zo, en mijn hoesje is eindelijk aan de achterkant zo goed als... dicht, zo wilde ik hem hebben. Dat is top. Oh, dit is mijn mooiste hart tot nu toe. Die is schattig. Zo, nou, dit wordt de zijkant van het hoesje. Auw! Ja, dat is dom. Waarom gaat bij jou alles mis terwijl ik die stomme bril op heb? De tijd begint wel te dringen, dus maak je hoesje af. Goed, dan gaan we nu wit erin doen voor Paco. Waar is de wit? Help iemand. Brede... Het lijkt dus op panty. Met hartjes. Ik wilde net zeggen, ik denk dat ik een zeer brede doelgroep aanspreek met het hoesje. Hoe heet die BH-winkel? Hunkemuller. De laatste minuut. Maak hem af. Ik maak Paco. Het breekt helemaal. Echt? Oh nee. Kan ik niet zien. Ik hoop dat ik hem nog kan lijmen. Oh nee. Hoppakee. Nog 5. 4. Oh. 3. 2. 1. Stop! Oh, hij is best wel heel leuk geworden. Kijk dan. Ja. Dit ziet er echt niet uit, sorry. Nou, laten we gaan kijken hoe mijn tweede overwinning... Ja, ik ben er bang voor. In 3, 2, 1... Links! Ik ben in 64%! Ja, dag! Dat ben ik! Dag! Ja, dat is echt zo! Nee, doe normaal. Ik zei toch dat ik een brede doelgroep zou aanspreken? Allemaal de Hunkemullers. Nou, dankjewel. De case is voor mij. Gelukkig zit ik hier nog 40 uur, want we gaan nog meerdere rondes doen. De volgende prijs is gearriveerd. Zullen we kijken? Oh! Wat is dit? Oh nee! Wat is het? Dubbele airfryer. Oh kijk, en er staat party mix bij. Die wil ik vooral. Wat is de opdracht? Maak jouw lekkerste snack in 3D. Dat is leuk, verdorie. Ik ga deze even wegzetten hoor. En het is weer tijd. Volle straf, draai maar, Rut.
Wat gaat het worden? Oh, oh, oh. Oh, nee. Nee. Ach, zielig. Dat is echt niet leuk. Weer jij. Ik had al gelijk een leuk idee. Ik offer me wel op. Echt? Ja, waar ben ik? Ik vind het zielig. Omdat ik net zo erg terecht heb gewonnen. Onterecht heb gewonnen. Ik doe het wel. Ja, ik offer me op. Toch een keer echt waar. Ja, ja, alleen omdat de camera aan staat. Oh. Anders dan mag ik dan jouw volgende prijs hebben? Nee, dat niet. Wat is het? Het verkleed als mummie. Nou, dat kan ik heel goed. Kom maar. Oh, nou, waarom zei ik nou weer dat ik het zou doen? Ja, hey, wie A zegt, moet ook B zeggen. Zo, we hangen er hier nog een paar overheen. Gewoon een beetje voor de sier. Dit is echt de beste dag van mijn leven. Dit is het. En meer is het niet. Oké, we gaan aan de slag. Maak je favoriete snack in 3, 2, 1, go. Ik ga een frietje van de McDonald's maken. Dus we gaan eerst een bakje maken in het rood. Zo en daarna slim ga ik er geen frietjes in maken. Ik ga een broodje hamburger maken. Dus ik begin met de boven- en de onderkant, oftewel twee broodjes. Ik begin met de onderkant van het bakje friet van de McDonald's. Eigenlijk een mini bakje friet. Oh jongens, dit is lastig met deze mummy outfit. Ik zie echt bijna niks. Ja, toch knap dan, hè, hoe ik net die telefoonhoes heb gemaakt. Nou, inderdaad. En ik ga dus nu de hoogte inwerken. Dus dat betekent dat we heel veel rondjes moeten gaan maken totdat hij omhoog komt. Want dan wordt hij natuurlijk 3D. Ik voel me wel een beetje afgesloten van de buitenwereld. Zo, hij begint al iets hoger te worden. Ik zie het gewoon bijna niet. Dames en heren, is het onderste broodje. Dus dit is gewoon leuk de onderkant. Dan, ja, wat is de volgorde? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Volgens mij krijg je dan de burger al. Kijk eens, Rut. Het komt helemaal omhoog. Oh! Oei, hij begint wel een beetje scheef te worden. Maar goed, ik ga gewoon door hiermee. Ja, dat zei mijn moeder ook tijdens de zwangerschap. Zielig. Ik over zelf nou wist. Het is toch goed gekomen, hoor. Kijk, daar is die. Oké, dat gaan we dus vooral aan de randen doen. Hij is wel een klein beetje scheef geworden. Maar goed, dan gaan we nu geel erbij pakken voor de frietjes. En die ga ik losmaken, want die kunnen we natuurlijk ook los erin zetten. Ja, ik kan het niet goed zien, maar ik denk de burger, de patty klaar is. Zo, en dan doen we daar bovenop sla. Ik weet niet of jullie kunnen zien, maar jongens, het logo. Yes! Kijk hoe leuk! Ja, leuk. Ik zie niks. Oh, ik ben helemaal blij. Contrast tussen onze mood kon niet groter zijn. Ik ben helemaal gefrustreerd. Ik zie gewoon niet eens welke kleur eruit komt. Hoe gefrustreerd. Mag het kapot scheuren? Ik ben er klaar mee. Zo. Nee, oh, dat is vals spelen. Nou, ik denk dat ik zo eigenlijk wel genoeg frietjes heb. We maken er nog eentje, gewoon voor de leuk. Ik ga de frietjes in mijn bakje zetten. Zo. Oh, ze zijn wel iets korter dan ik verwacht had. Maar goed, nog meer frietjes erbij. Oh. Kijk eens hoe leuk. Hij is echt heel leuk. Zo, leuke slablaadjes. Oh. Waar gaat het nou mis bij mij? Nog 1 minuut, Rutger. Nee. 59 seconden, 58. Nee. 57. Oh, maar dat kan ik nooit helemaal dicht krijgen. 3, 2, 1 en stop de tijd. Zet de pen uit. Ik vind hem dan toch nog iets beter dan ik had verwacht. Op het laatste moment. Het is een platte hamburger, maar ja, een applaus. Van mij krijg je een applaus. Ja, vind je hem leuk? Ja. Ik vind hem ook leuk. Slim gemaakt. Wie wint de airfryer in 3, 2, 1? Met 94%, Thomas. Yes, maar ik geef hem aan jou, want jij altijd kookt voor ons. Nou, bedankt. Dus dan mag je nog meer van mij gaan koken. Geweldig. Yay. Laten we de volgende prijs onthullen. Een portable projector, een beamer. Oh, een beamer. Ja. Oh, maar dat vind ik wel leuk. Dat is leuk. Maar wat moeten we daarvoor doen? Teken je meest favoriete cartoon. Stitch natuurlijk. Oh, leuk. We gaan Stitch maken. Verdorie. We gaan kijken wie de straf heeft. Nee. Rutger! Yes, yes, yes. Niet weer. Oh, dat is het. Nee. Oh. Dit is erg. Dit is zo'n optie. Onderste bovenbril. Ja. Nou, ik zou zeggen, maak je klaar om te gaan beginnen. Oh, dit... Nee, dit kan niet, jongen. Nee. Ik zou zeggen, de tijd gaat in binnen 3, 2, 1. Begin maar. Nou, ik begin natuurlijk met blauw, want ik ga Stitch maken. Oh, ik word nu al misselijk. Wat is dit? Ik wil geel. Is dit de meest gele? Dit is geel. Ik doe hem even voor je erin, om je te helpen. Ja, bedankt. Oh, ik word helemaal kotsmisselijk nu al. Ik wil niet dat je verder gaat zitten zeuren. Waar moet ik nou kijken? Oh, zo. Oké, en blauw is er. Nou, ik ga een hele kleine Stitch maken. En we gaan hem wel echt natuurlijk 3D maken, dus hij moet de lucht ingaan.
Zo, we maken eerst een poot en dan maken we zo nog een poot en dat verbinden met elkaar en dan maken we zijn buik. Ik zie het niet. Nou, ik word helemaal gek. Wat is dit? Bedankt. Daar komt ie. Nou, ik ga in ieder geval proberen Pikachu te maken, heel zielig. Oh, dat is leuk. Ik ben zo confused. Nou, ik heb nu twee poten. Het is nu tijd om die poten te verbinden. En dan gaan we een buik maken. Ik kan niet uitleggen hoe moeilijk dit is. Ik moet echt mijn hoofd stilhouden, want als ik een beetje beweeg, dan moet ik zo meteen echt, ga ik over mijn nek. Want alles wat ik in mijn leven heb geleerd, werkt nu niet. Probeer. Hier. Nee, het is jouw. Heel even proberen. Nee, kijk, het gaat helemaal los. Doe hem los, doe hem los. Het gaat helemaal los. Doe nou los. Kan het echt niet. Je mag niet. Van mij zonder bril verder ook. Nee, echt? Ja, want ik vind het een heel gedoe naast. Ik heb er gewoon last van. Nou, ik ben inmiddels met de ogen, de oren en nu zometeen de mond bezig. En het ziet er niet uit. Zo, ik maak de mond eventjes rood. Je hebt wat fantasie ervoor nodig, maar dit is Stitch tot nu toe. Ik vind hem goed. Ik vind het wel heel erg hoeveel moeite jij doet en ik ben echt al lang klaar met dit ding. Ik ga heel hard huilen voor je als ik zo meteen win. Hoeveel moeite jij doet. Kijk. En een tong. Het lijkt eerder een andere cartoon. Hoe heet die nou? Die blauwe... Ja, dat blauwe beertje. Ja, dat, als jij weet hoe dat heet... Ik weet ook niet hoe die heet. Dan is dat bij deze mijn cartoon nu. Moet je eens kijken. Het resultaat van deze ronde. Het mag er zijn. Ik denk echt dat ik iets anders moet gaan doen met mijn leven na deze video. Wie wint de beamer? In 3, 2, 1... Het scheelt 1%! Oh! Jij wint! Yeah! Oh, 51%! Yes! Oh, dat vind ik heel leuk. Oh. Niet voor niks van mijn best gedaan. Dan is het nu tijd voor de finale ronde. De finale! En voor de finale wordt de prijs aangegeven. Nou, kom maar op. Oh, een check voor een reis naar keuze. Oftewel, we moeten samenwerken deze ronde. Oeh, leuk. Maar wat is de opdracht? Nou, ik ga kijken. Zullen we dan gewoon even zonder straf een keer doen? Ik ben het helemaal zat met de echt? Straffen. Ja, ik wil dat niet meer. De finale zonder straffen. Ja, doen we het samen, ja? We doen het. Oké. Maak samen een kunstwerk van jouw droomvakantie. Oeh. Ik weet wat we gaan maken. Nou? We maken een eilandje ja? En een palmboompje erop. En dan maken we twee poppetjes die daar liggen te slapen. Leuk, dat doen we. Oké, de 15 minuten gaan direct in 3, 2, 1. Go! We gaan samenwerken. Au. Allebei doen we het strand. Maak even een ring van hoe groot het moet worden. Dit is te groot. Oké, ja? Ja, eens. Oké, inkleuren, Jandel. Kom op. Ja, ik helpen. Heb nog rood. Oh, ja. Kom op. Ho, pas op, er komt een hele sliert. Ja, doe hem vandaag. Oké, wat zou jij meenemen naar een onbewoond eiland? Als je één ding mocht meenemen. Een pinpas. Ja, zonder... Oh, onbewoond. Ja. Bij wie ga je dan afrekenen? Nou, ik zou jou meenemen. Ach. Ja, is toch gezellig. Er moet iemand voor mij koken. Oh! Jij moet gewoon aan die palmboom gaan beginnen zo. Maar je weet hoe je omhoog moet werken? Ja, ik weet hoe ik mezelf omhoog werk. Dit is wel de eerste keer dat ik deze techniek gebruik, dat ik echt de hoogte in werk. Dan ga ik nu twee poppetjes maken die daar liggen te sommen. Kan het zijn dat hij om gaat vallen? Nee, je moet ook wel een beetje proberen het ook links stevig te maken. Ik maak ondertussen twee poppetjes. Zo, dat ben jij. Kijk dan, je ziet wel dat wij het zijn. Ja? En we zijn naakt. Een spannend moment. Ik ga de bladeren aan de palmboom maken. En ik hoop dat het blijft plakken. Meid, zou Jaycee zeggen. Kijk! Oh, het werkt! Wel blij dat er eindelijk iets bij jou lukt. Hoppakee, nog een beetje een soort van water eromheen. Hij is hartstikke leuk. Ja, en we hebben nog geen kleren aan, hè? Nee, dat is heel realistisch. Zo! Nou. Een applaus. Ruim binnen de tijd ook. Nou, ik vind het niet slecht. Hoe ging het ineens zo goed? Oh! Ik wist niet dat dat eraan vast was. Ik dacht dat het afval was. Bijna ging daar onze vakantie. Jongens, wij presenteren jullie een eiland met water eromheen. Ja, het eiland is geel, van de zand natuurlijk, een palmboom en twee naakte poppetjes. Ik vind het mooi. Terwijl we op de uitslag wachten, wil ik je nogmaals vragen om de video een duimpje omhoog te geven. En wil je meer video's zien van Thomas, klik dan zo meteen door naar zijn kanaal en check het eindscherm voor alle andere video's. En dan gaan we nu kijken naar de uitslag. Ja, spannend. Ik ben heel benieuwd. Daar gaan we. De uitslag in 3, 2, 1. 75% zegt ja! Nee! Echt? Kijk! Jullie zijn veel te lief. Bedankt. Nou, we gaan op vakantie! Doei! Dag!